Hoi! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik open hem nu alweer en ik ben mega stress. Want ik ben veel te laat. Ik had afgesproken om 10 uur of 10:30 bij mijn non te zijn. En het is inmiddels al 11 uur. Ze belde ook al, ben je er, blijf je? En dat terwijl ik om 7 uur was opgestaan. Maar ik was zo lang bezig met school. Dat ik pas om 10:45 op mijn horloge keek. En toen dacht, shit, ik moet ook naar de markt. Dus ik ben net naar de markt geweest. En nu kan ik door naar mijn non. Tot zo. Oh, en ik moet ook echt eventjes mijn guilty pleasure laten zien. Namelijk kokosblokjes. En de kokosblokjes die heb ik net gehaald op de markt. En oh, ik vind het zo lekker. Hoi! Hoi. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van ons. We gaan vandaag een dagje op stap. We gaan naar de IKEA en we nemen jullie gezellig mee. En weer eens vloggen. Nee. Dat is al best een tijdje geleden. Dus ja, we dachten, we doen dat weer eens. Ja. Nou, we wensen hier mee kijken, sorry. Ja, veel plezier. En je ziet ons straks in de auto als we onderweg zijn. Yes. Doeg. Doei. IKEA. We zijn er. Nou, we zijn in IKEA. Vloggen en in de IKEA. En het is natuurlijk weer heel erg raar, want iedereen kijkt ze nu aan. En als we staan hier, helemaal gek zijn. We staan hier zo heel leuk met de camera zo naar ons. Ja, het is wel niet opvallend, maar goed. Maar geef niet. Hartstikke leuk. We zien die mensen toch nooit meer. Nee, daarom. Daarom. We gaan lekker rondje neuzen. Vinden we van deze tafeldekking, Manon? Ja, super leuk. Alleen al gewoon zo dat plankje met een klein schaaltje erop maakt het net gewoon even anders dan anders. Klopt. Voor als we zelf nog een leuke diner of zo willen organiseren, is het een vorm om het zo te doen. Superleuk. Nou, Manon, wat hebben we met die hangers gedaan? Die hebben we aan de kapstok gehangen. Precies. Je, daar is gewoon zo, de toekomst als kleren ga kopen. Dan hang ik dat allemaal zo hier aan de kinderwagen. Een kleine Luca, die heeft het ook wel naar zijn zin, geloof ik, is schat. Ja hoor. Ja. We zijn nu bij de kinderafdeling. Ja, superleuk. En Manon die is nu al helemaal plannen voor als de peuter is. Ja, het duurt nog 100 jaar. Nou, dat is niet waar, maar dat duurt echt nog wel lekker. Yeah. Maar ik krijg weer inspiratie. Wordt het salade of iets anders? Of brood? Moeilijke keuze. Nou, onze lunch, hamburger en een caprese. Hoeveel honger hebben we, Manon? Ja, best wel. Ik heb ook echt wat terecht. Echt, Luca die heeft lekker gegeten. Ja. Dus nu zijn wij aan de beurt. Heerlijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo. Sophie is ook lekker aan het eten. En mijn smaakt echt heel erg lekker. Echt super goed. Luca ligt lekker rond te kijken. Die ziet van alles natuurlijk. Die heeft het ook naar zijn zin. Zo, net een hap weer naar binnen. Heel goed. Zo, ik voel me net alsof ik mijn hond meeneem. Kom Vicky, zoals mijn hond zegt. Ja. Wil je kakje of wil jij je hond? Nee, mijn hond gaat wel. Nou, de afwasborstel. Sst, dan probeer je hier te filmen. Ja. Oh, echt, dit ding, dat is echt niks voor mij. Ik schop hem alle kanten op. Hij vliegt ook elke keer de bocht uit. Manon is aan het zoeken naar een kist. En het is zoektocht naar kisten, die gaat door. En wat mocht je nou niet instoppen, Manon? Oh, je mag niet je kind erin. Nee, je mag niet je kind erin stoppen. Nee. Dat is verboden. Ik vind het wel grappig dat het erop staat. En, heb je een goed formaat gevonden? Dat goed genoeg? Nee, of niet. Ik moet even kijken, want volgens mij hebben wij thuis een slag groter. Misschien die naast jou. Nee, niet aan de kant, ik word weggebonjourd. Nou, kan je een keus maken, zus? Ja. Ja? Wat goed. Maar ik wilde maar één en niet de hele slaap. Lekker bezig. Zo, zet hem op je hoofd. Oh, nee, niet de deksel. Wat hebben we ervan gebrouwen, Manon? Nou, een soort van doos in de kist tas. Ik vind het creatief. Ja, een doos in een tas. Ja. En we hebben het niet over jou. Nee, dank je.
Ik wil die kist. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik erin moet doen. Wat kan ik hierin doen voor leuks? Zo, al onze aankopen. Wij nemen geen tasje mee, maar wij doen gewoon een kist. Zo, het is weer dat moment dat alles ingepakt mag worden. Het kind wordt uitgepakt. En de rest wordt allemaal ingepakt. Popje. Nou, we hebben een klein beetje, nou ja, paniek. Paniek is een groot woord. Even een soort van... strategisch plan. Ja, inderdaad. Ik moet om 3 uur werken en het is nu zeg maar... Vijf over half drie. En ik moest eigenlijk de auto thuis nog even ruilen. Dus dat zou 20 minuten naar huis rijden zijn, auto ruilen en 20 minuten naar werk rijden. Mits je niet lul op zondag voor je hebt zitten. Precies, zeg maar. Of file of wat dan ook. Dus we hebben nu een heel creatief plan bedacht. Want als ik vanaf mijn non naar huis ga rijden, ben ik er ook gewoon in 20 minuutjes. Dus we gaan nu de auto's ombouwen. En ik ga met mijn non de auto naar mijn werk. En mijn non gaat met papa's auto naar ons huis. Ja. En dan blijf jij daar eten en dan zie ik jou vanavond weer. Ja. Dat was het plan wat we bedacht hadden. Heel anders dan dat de middag eigenlijk zou lopen. Ja, maar ik was ook een uur te laat. Maar goed. Ja. Ik was een uur te laat en dit duurde eigenlijk ook wel een beetje lang. En ietsje. Ja, even kijken. En die kijkt dus echt aan, wat doe je met die camera? Nou, we zijn aan het vloggen. Ja, precies. Autovloggen. Autovloggen, ja. Maar goed. Dus nou ja, voor mij eindigt de vlog nu hier. Misschien gaan we nog wel verder, want ik laat de camera bij haar achter. Ja, en ik zie Sophie natuurlijk vanavond, want ik moet mijn auto weer terug hebben. En ombouwen. Daarom. Dus... Voor mij tot vanavond en misschien gaat mijn non nog wel verder. Ja, ik moet even bedenken of ik nog iets leuks te vertellen heb of mee gaan maken of wat dan ook. Dat ga ik weer zien als ik het ga editen. Ja. Maar goed, we zijn nu bijna op de parkeerplaats, dus we gaan... de auto's verbouwen, want de adapter voor de Maxi Cosi die moet in de andere auto. Geen idee hoe dat moet, dus dat gaan we nu ontdekken. Oh, je staat daar geparkeerd. Ja. Mooi, daar ga ik ernaar staan. Nou, 1, 2, 3. Adieu. Doei! Doei.